Ik ben er trouwens aan. Zeven ronden nog te gaan. Zeven ronden nog te rijden. Aan de tijdrijden bij uitstek. Stijn Damen, kampioen van Nederland bij de nieuwelingen geweest. Kampioen bij de junioren geweest. Aanstaande woensdag moet hij zijn titel verdedigen. Komt als eerste voor Kevin Reuvers. Danny van der Tuin, Wim Wittenberg, Jarno van Hees, Max Kronen, Bas Badarts, Tim Marsman, Mine Verbol, Stijn de Keuring. Dat zijn de eerste 10 in de wedstrijd. Rondetijd 22 minuten en 55 seconden en Henry Breder veld nog steeds tussen de auto's. Daar zijn ze van mee. Vierde passage met precies het nummer 100 Lars Oreel aan de leiding. Daan Hole is de grote favoriet in de tweede positie. Ik heb dezelfde strijd. Zes ronden dus nog te gaan. Robin Blummel op de derde plaats. Timo de Jong op de vierde. Als vijfde passeerde Lars Timmers. Als zesde Danny van den Tuk. Als zevende Marijn van den Berg. Als achtste Mine Verbal. Als negende Jeroen van Krimpen. Alle voorwaarden die er in plaats. Alle kosten.
Het is een mooie kamer. Komt er toch nog op weer? Dat is een monster.
Applaus, want die hebben toch ook een prachtige wedstrijd laten zien.